Horenpraat met Christa Oosterbaan, een stukje Studio Hey en een kijkje op het zonnige eiland. We beginnen met het korte nieuws. Van de week was de kat uit de boom kijken niet voldoende. De brandweer kwam eraan te pas om het beestje toch te bevrijden. En we gingen even kijken. We hebben het vorige keer al gehad over containers die overboord geslagen waren boven Ameland. Twee containers werden al geborgen en er zaten aceton en afgewerkte frituurvetten en olieën in. En inmiddels heeft bergingsschip de Friendship een derde container geborgen. Hierin zat Crustliner, een heel sterke kartonsoort. De container was helemaal gehavend en is naar de haven van Terschelling gebracht. Het gasboren ondergrind door mijnbouwbedrijf Vermilion is gestopt. Dat is opmerkelijk omdat het bedrijf voorspeld had dat het boren nog door zou gaan tot 2035. Het veld blijkt nu, 14 jaar eerder, al leeg. De Waddenvereniging is er op zich blij mee dat er nu niet verder geboord wordt, maar maakt zich wel zorgen om de voorspellingskwaliteiten van de mijnbouwbedrijven. En dan nu het weer met Arjan Bokselaar. Arjan, wat kunnen we verwachten? Ja, wat voor weer is het eigenlijk op de Schelling? Prachtig. Blauwe lucht, geen wolken, wel een beetje wind. Koude wind, maar ja, als je in de zon zit, merk je er eigenlijk weinig van. Ja, en aan de wal ontstaan de wolken. Dan komt dat de lucht rechtstreeks van zee komt en hier geen kans krijgt om die wolken te maken. Dat kan alleen maar een eindje verder dieper in het land. Dus daar heeft men last van bewolking, maar hier niet. Wat voor weer gaan we krijgen de komende week? Best wel aardig eigenlijk. Zeker dit weekend en ook na het weekend is het nog redelijk leuk. Echt warm worden, dat zit er voorlopig nog niet in. Komt wel steeds meer kans op enige buitjes. Maar over het algemeen normaal voorjaarsweer. Echt gewoon dood normaal. Mag ook wel eens een keer gezegd met al die extremen die we hebben gehad. Dus redelijk. Niet warm, ook niet te koud. Ja, normaal. Christa Oosterbaan stopt per 1 mei als raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Terschelling. Ze zat 11 jaar in de raad en vindt dat het nu tijd is voor andere dingen. In Torenpraat deze week een gesprek met Christa Oosterbaan. Torenpraat nummer 2. En vandaag wijken we al gelijk even iets af van ons format. We beginnen in de Brandarisstraat en niet onder de Brandaris. Waarom beginnen we hier? Nou, dat is eigenlijk een beetje op mijn verzoek. Dit is Brandarisstraat nummer 14. Hier ben ik geboren. En ik vond het wel een mooi idee. Ook onder de toren. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we een stukje langer lopen en sneller misschien. Nou ja, ik hoef je eigenlijk niet te introduceren, maar we lopen vandaag met Christa Oosterbaan, fractievoorzitter PvdA. Nog wel. Nog wel. Nog wel. Komen we straks over te praten. Ja. Hey, maar je bent hier op de Schelling geboren. Klopt, ja. Een tijdje terug al. Dus, en opgegroeid. Ja. En jouw familie is ook echt van het eiland? Nee, mijn vader kwam hier op de zeventschool toen hij 17 jaar was. En mijn moeder kwam in de horeca werken hier. Elkaar ontmoeten in de braskoer, zoals ik altijd begrepen heb. Dat gebeurt geloof ik wel veel op het eiland. Lang geleden. Hey, en heb je je hele leven hier gewoond? Nou, zo goed als. Ik ben in Harlingen geweest voor de HAVO. Dan was je door de week aan de wal in een kosthuis. En ik heb later nog een paar jaar in Amsterdam gewoond. Toen ik bij een uitzendbureau voor zeevarenden aan het werk was. En bij de vuilverbranding in Amsterdam. Ja, maar dan was ik in het weekend wel hier. Want je moest natuurlijk altijd wel zorgen dat je de vrije dagen op het eiland was. Hè? Ja, dus altijd wel altijd dat eilandgevoel, terug naar het eiland. Ja. Wat is nou voor jou echt het eilandgevoel? Dat is thuis.
Dat is thuis. Ja, dat is thuis. En ja, ik ben dus geboren in de Brandarenstraat, dus onder het licht van de toren. Dus als ik dit straatje in kijk, en vooral 's avonds, als het dan zo stil is nu en nog even een rondje heb gelopen voor 10 uur. En de toren die is aan, nou, dat vind ik gewoon het mooiste straatje van West. Van West? Ja, van heel het eiland eigenlijk. Ja. Maar dat heeft natuurlijk emotie, dus. Ja. 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 Hey, en je hebt hier ook gestudeerd op het eiland? Ja, ik heb zeven school gedaan. Dus dat is echt vanuit de familie meegekomen? Ja, mijn vader die was sowieso voor mij altijd wel iemand op een voetstukje, zeg maar. Dus ik was als een klein meisje, alles wat mijn vader deed, wilde ik ook. En waaronder de zeventschool. Later ging ik daar wel natuurlijk zelf een beetje over nadenken. Maar toen ik op de haven zat, dacht ik van nou, volgens mij is dat echt wel wat voor mij. Er waren vast niet heel veel meisjes op de zeventschool toen. Nou nee, maar in mijn jaren hadden we 10 meiden. En dat was heel veel, van de 100 leerlingen destijds. Ja, van de 100 eerstejaars dus. Hè. Dus er was 10% dame. Nou, dat is... Ja, ik weet niet of er nog veel varen als ik eerlijk ben. Maar ze doen wel allemaal andere leuke dingen. Dus. Hey, ja. En als je hier zo opgroeit, ik bedoel, als je dat dan over de tijd kijkt, is het eiland veel veranderd? Ja, want toen ik klein was, was er wel toerisme. Maar Oero begon toen bijvoorbeeld net, in 82. Dus toen was ik echt heel klein, Keetje Baba in de Molenstraat. Gingen we dan heen met school. Maar niet zo als het nu is en zeker niet het hele jaar door. Nee. Dus dat is wel, ja. En natuurlijk is er veranderd, maar dat hoeft niet altijd slecht te zijn. He, veranderingen zijn ook vooruitgang. Ja, zonder verandering geen vooruitgang. Nou nee, maar ik denk dat je altijd wel moet zorgen dat je zaken in balans houdt. Ja, ja, dat klopt. Het moet wel ook ons eiland blijven en dat gevoel wat we allemaal hebben als we de boot weer opstappen terug naar huis, dat moet natuurlijk wel blijven. Ja, ja. Nee, maar goed, daar zorgen we met z'n allen natuurlijk ook voor. Ja. Hey, en dan de politiek. Hoe ben je in de politiek terechtgekomen? Ja, politiek was van huis uit al erg meegegeven. Dus ik kom echt uit een rood nest, zoals ze zeggen. Opa's en oma's ook. En, maar waren die ook actief in de politiek? Nee, nou, ze ging bijvoorbeeld, ik weet dan wel, dan een overgrootvader die ging dan wel naar Troelstra op de kistjes die daar stond te luisteren. Ja. Maar mijn vader heeft hier de lokale Partij van de Arbeid wel in bestuur gezeten, maar die vond zichzelf nooit zo geschikt om in de raad te zitten. Hij dacht dat hij daar niet genoeg geduld voor zou hebben. En toen dacht jij, dan pak ik dat op? Nou, zo dacht ik dat niet, maar ik kan gewoon heel slecht tegen onrecht en als dingen dan over mensen heen gestort worden. Mensen hebben niet het gevoel dat ze naar geluisterd is en dat blijft lastig. Mm-hmm. Dat weet ik ook echt wel na zo lang in de politiek. Omdat mensen soms zich misschien niet gehoord voelen. En dan heb je er wel in jouw optiek alles aan gedaan om dat wel te doen. Dus dat blijft lastig. Maar dat was wel een reden destijds om... Om in de politiek te gaan? Ja. En heb je dat 11 jaar gedaan? Of had je... Nee, ik heb 9 jaar schaduwfractie eerst gedaan. En ook het bestuur heb ik gezeten van hier. En, maar ja, ik was toch wel echt degene die wilde in die politieke arena. En ik wilde daar graag mijn zegje doen en voor mensen opkomen. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. Ja. Ja. Nou ja, volgens mij ook wel met succes. Waar ben je het meest trots op wat je de afgelopen jaren gerealiseerd hebt? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat heel moeilijk als mensen dat tegen mij zeggen van goh, je hebt zoveel gedaan. Dan denk ik, het is misschien nog wat te vroeg om dat te vragen. Want, dan moet je nog even over nadenken. Ja, ik heb geen idee. Ik doe toch gewoon mijn best, denk ik dan. Ja, nee, dat klopt. En, dan, dat nou klopt. Ja. En de een is dat met je eens en de ander niet. Ja, dat maar goed, na 11 jaar zeg je van jongens, het is mooi geweest. Ja, want ik vind ook dat je niet te lang op zo'n plek moet zitten. Omdat je dan ook een beetje, moet je misschien een beetje blind wordt voor nieuwe dingen of voor een bepaalde kijk op zaken. Dat je er toch wat in een koken naar kijkt, niet meer fris en open. En zo. Ja, ook. Maar als je dan een dossier voor de zoveelste keer op je tafel komt, dat je denkt, ja, maar dat hebben we toen zo en zo. En dat is goed dat je heel veel achtergrondinformatie hebt, maar het kan ook misschien dingen in de weg staan. Ja. Dus tijd voor iemand anders om opnieuw naar zaken te kijken met frisse energie en enthousiasme. Nou, dat is ook altijd goed. Ja, toch? En heb je zelf al plannen, ideeën? Ga nog even. Het is nog vers natuurlijk, dus je gaat nog. Nee, ik heb geen idee. Je hebt nog geen idee? Nee, niet. Dus ik heb zoiets eerst maar dit netjes afronden. Nou, en dan even
gewoon even niks. En dan kijk ik hoeveel ruimte ik daarvoor weer in mijn hoofd. En dan ga ik bedenken. Ja. Misschien komt er wel iets op mijn pad, hè, waar ik nog geen idee van heb nu. Dus, dat is altijd zo. Daarom, ik ga het gewoon maar zien. Het mooie van het eiland is dat je hebt hier alle mogelijkheden om even je hoofd leeg te laten waaien en weer nieuwe inspiratie op te doen. Ja, absoluut. Wat is nou voor jou de mooiste plek op het eiland? Ik maak heel graag een wandeling zo tegen de schemer over de Noordzwaarden. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, met ondergaande zon. Maar gewoon de geuren van mooi, vooral in het voorjaar. Ja, okay. Heel mooi. Nou wil ik je nog even iets aanbieden. Oh jee. Want we zitten in zo'n enorme digitale tijd. Ja. Dus er zal ongetwijfeld een afscheid komen, maar of dat weer digitaal is of niet. Dus ik dacht ik geef je in ieder geval even wat leuk. Een klein presentje. Ik even kijken wat erin zit. Wijnglazen, dus kun je lekker altijd, met een wijntje. Met de contouren van het eiland. Ja, mooi. We eindigen altijd met een dilemma. Ja. En dus je staat onder het wakend oog, dus dat kijkt toe ook. Ja. Wat is voor jou het mooiste, Oost of West? Waar kies je voor? Ja, West. West. Ja, sorry. Maar hier is de haven, de bootjes, het maritieme. Hier is altijd reuring. Ik vind dat heel mooi. Dan mag je die kant op lopen, loop ik deze kant op. Ja. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Tot ziens. Doei. Studio Hey is een programma van Terschelling TV waarin mensen die iets kwijt willen een podium krijgen. Vorige week was er een aflevering met Wiebe de Haan. De organisatoren van Festival Eilan hebben een vergunningsaanvraag gedaan voor 5 jaar. Wiebe de Haan heeft daar een visie op. Hier even een fragment. Wiebe de Haan, je maakt je zorgen? Ja, ik maak me zorgen. En waarover? Over datzelfde eilandfestival waar jij het over gehad hebt. Mm-hmm. Ik vind, daar hoor je nu weinig over. Maar het speelt nu al. Nu al voor volgend jaar. Nou is de raad, die heeft daar natuurlijk ook zijn ogen over laten gaan. En die hebben toen besloten om dat er een evenementpagina moest komen in het bestemmingplan. Of zie ik dat verkeerd? Nou, er is nu pas... Ja. Besloten dat er een evenementenvisie en een evenementennotitie moet komen. En dat houdt in het bestemmingsplan? Nee, gewoon een losse notitie. Ja. Nog even, de provincie heeft die natuurvergunning gegeven. Ja. En dan moet de gemeente nog 2 dingen doen. Dat is een evenementenvisie ontwikkelen en daar op grond daarvan een notitie schrijven. En het tweede wat de gemeente nog moet doen, dat is een omgevingsvergunning verlenen. In hoeverre is de Chasing the Hi-Hats, want zo heet het, de organisatie, dan afhankelijk van de gemeente? Want ze hebben natuurlijk van de provincie eigenlijk een fiat, of niet? Ja, maar nog niet helemaal, hè. Die provincie die heeft inderdaad die vergunning klaar, maar er zijn nog bezwaren tegen. Oh, er zijn wel bezwaren tegen? Ja, ik heb onder andere ingesproken. Kan ik nu even niet op ingaan, maar dat moet nog wel behandeld worden. Ik schat 1 of 2 maanden en dan is de provincie er klaar mee. Dan heeft hij een vergunning gegeven voor dat kleine gebiedje hier bij Hee. Alleen bij het meertje? Alleen bij het meertje, plus het bos, plus de oude Nolkes. De 3 locaties? Drie locaties met 3 podia zijn daar gepland. Mm-hmm. En daar om dat hele gebied heen, daar komt een hek. Ja, maar ik vind het wel hartstikke mooi dat je zegt van ik leg me wel neer bij een democratisch besluit. Ja, maar ik vind wel, kijk, tot nog toe is er zoveel achter de schermen gebeurd. Hoe bedoel je dat? Nou, achterkamertjes politiek bedreven? Ja, ik vind wel. Ik vind dat er niet open, BMW, er is niet open over gepraat. Wij gaan het afwachten. Oké. Okay. En mochten er ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag van je. Dat gaan we zeker doen. Ja. En dan is het laatste woord dus nu aan de eilandenbevolking. Of ze het wel of niet zien zitten. Mag ik je bedanken voor dit prachtige gesprek? Graag gedaan. Oké. Okay. Dank je wel. Het hele gesprek kunt u kijken via onze website terschelling.tv. Omdat het seizoen zo'n beetje op gang komt en het mooie weer begint door te breken, nemen we u even mee over het zonnige eiland.
Dit was het weer voor deze week. Heb je zelf nieuws of leuke dingen waar we verslag van kunnen doen? Mail dan naar info@terschelling.tv. Wil je helemaal op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op Terschelling? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger en ga daarvoor naar www.deterschellinger.info. Tot volgende week!